Dag dames en heren, dag meisjes en jongetjes, hier is Alberto met het ADO-journaal. Oh. Yo, welkom bij het ADO-journaal. Nou, jullie hebben het allemaal gezien natuurlijk. Wat een beeld, hè. Het lijkt zo makkelijk natuurlijk. Spelen ze Heracles, die speelt verleden week tegen VVV. 7-0. Dan denk je, nou, ja, VVV is waarschijnlijk geen ADO Den Haag, hè. Nee, we winnen hier die pot met 2-0 en we tokken met somebody. Kijkt u even mee? We staan met Lex Immers, doelpunt te maken van de 2-0. En toen, ja, toen waren we natuurlijk veilig. Lex, je kwam een beetje geschonkt dan. Laten we het daar eerst over hebben. Je liep een beetje te trekken. Wat is er gebeurd? Ik liep een beetje te trekken? Ja, met je been. Oh, oké. Okay. Ja, nee. Een ijsbeentje, lekker. Een knietje op de bovenbeen. Maar ja, in de wedstrijd voel je dat niet. Maar na de wedstrijd, als je stopt, dan wordt hij wat... Ja, ik zal niet het woord stijf gebruiken. Nee. Oh, gebruik ik het nee, toch? Nee, kan. Nee. Ik heb een stijf bovenbeen. Dus ja, okay. Is niks, geen probleem. Kijk, nee. Kinderen mee, dat mogen ze weten. Ja, we winnen met 2-0. Ik zag net Peter Bos, dan wou ik het even ontblokken aan hem. Ik zeg, jullie winnen verleden week met 7-0 van VVV. Met alle respect. ADO is wat anders. ADO is wat anders, hè, maat? Ja, zeker weten. Vooral thuis. Hun zijn gewend op het kunstgras te spelen en niet op het normale gras. Ja, nou ja, hun spelen in principe 17 wedstrijden op het gras met Excelsior eraf. Dus ja, ik denk dat we daar wel enige moeite mee hebben. Maar ja, ik denk dat het een wedstrijd was die een beetje op het middenveld zich afspeelde. Een wedstrijd die heel dicht zat eigenlijk, vond ik. Ja, we scoren 1-0 heel snel. En nou ja, dat is een opsteker natuurlijk. Ja, en dan in de eerste helft hadden we het een beetje moeilijk qua middenveld. We waren een beetje zoekende. Nou ja, gelukkig trekken we die 1-0 door naar de rust. En de tweede helft, van ouds, voelde ik zelf ook. En de tweede helft ging het prima. Ja, je voelt ook gewoon, Den Haag is weer terug. Maar dat komt natuurlijk ook. In het begin, je doelde er al op die 1-0 van Mike. Ja, natuurlijk is het lekker. Als je heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong komt, dan... Het kan een voordeel zijn. Het kan natuurlijk ook een nadeel zijn dat je 1-0 voorkomt. Dat je misschien al heel snel achteruit gaat lopen. Maar ja, dat deden we in de eerste helft. Hadden we een beetje moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Daar gingen we een beetje achteruit lopen. Maar ja, gelukkig de tweede helft een beetje in de omschakeling hadden we gedaan. En dat liep een stuk beter. En uiteindelijk scoren we 2-0. Dat was denk ik wel een bevrijding voor ons. Want dan had je wel een beetje het gevoel dat de wedstrijd gelijk op slot zat. En dat die voor ons was. Ja, want toen hoefden we niet zo lang meer. Nee. Nee, toch, man? Nee, zeker niet. Het was een goede goal in principe. Stanley Elbers, of John, eerst John die de bal goed vasthoudt en die opzij legt op mij. En Elbers die het gat trekt, die naar binnen gaat. En ik kan eigenlijk rechtdoor lopen en scoren. Ja, want het zat er lekker weer in, hè? Het was wel weer je krijgt nog een keer een kans, hè? Ja, klopt. Ja, met links was het. Maar ja, dat is mijn chocoladebeen. Dus, maar hij was in ieder geval wel op goal. Maar... Melkchocola? Daar ook wel het meeste van, ja. Maar maat, in het begin van het seizoen ging het allemaal een beetje moeizaam. Tenminste, een beetje gemopper ook met de supporters en zo. Maar als je dan nu gaat kijken, de één wedstrijd voor de winterstop, heb je 21 punten. Dan doe je het helemaal niet verkeerd. Nee, dat denk ik ook niet. Ik weet niet hoeveel punten we vorig jaar hadden met de winterstop. Volgens mij 22 of 25. Oh, 24 keer nagaan. Oh, dat zegt de cameraman, hè? Dus, ja, klopt. Die bestaat niet. Dan moet je ook met een korreltje samen. Ja, daarom. Nee, maar 24 punten. Als ze volgende week gewoon lekker even Ajax winnen, dan hebben we ook 24 punten. In principe, als je de juiste grensrechter hebt, dan win je daar. Ja, daarom. Zo is het. Oké, man. Ja. Pak je weekend en onwijs bedankt. Okay. Lex is terug. Altijd. Echt, hè, maat? Okay. We staan met Mike van Duinen. Of moeten wij hem Mike Lippie noemen? Want... Ga maar een mooi dik lipje, kan je het zien? Nou, moet je dichterbij komen of... Maar ik was even raar, want ik zag ook dat je even naar de kant had keken of die door was of zo. Ja, precies. En of mijn tanden niet los zaten. Maar valt allemaal mee. Gewoon een dikke lip. Even twee keer poetsen en het is weer goed. Ja, precies. Gewoon even een koud drankje tegenaan. Dan is het weer weg. Mikey, eerst even naar die eerste helft. Het begin. Jij gaat op een gegeven moment op gaan zoeken om daar voorbij te gaan. Want hoeveel ben je er gepasseerd? Weet je dat zelf? Ja, volgens mij die ene verdediger die hem afspeelde eigenlijk aan me. En toen kwam de keeper. En toen liep er nog eentje op de lijn. En toen denk ik, ik schiet hem maar in, toch? Ja, hij zat er lekker in. Ja. Hij sprong nog een beetje op, daardoor ging hij hoog in het goal. Ja, maar blij, oké. Okay. Ja, mooi, helemaal gek, want ik zag je meteen kijken. Zat je moeder daar? Ja. Ook helemaal. Ik zeg, heb je hem, die foto? Nee, zegt ze. Nee, ik ook niet. Ach. Nou, wel daarna natuurlijk. Staat vast wel op internet wat. Ja. Maar dan die wedstrijd die gaat verder, je maakt het doelpunt. Dan zie ik je op een gegeven moment weer lopen en rennen. En toen denk ik, oh Mikey, rustig nou, doseren. Ja. Maar nou, had je zat lucht vandaag. Ja, we hadden het lastig. En dus ik moest gewoon vol druk zetten.
Dus ja, ik heb me gewoon kapot gelopen. En nou, uiteindelijk hebben we 3 punten. Dus, ja, maar daar voel je dan niks meer van, nee, toch? Precies, ik ben nou weer topfit. Ja, zou weer een wedstrijd kunnen spelen. Wow, misschien een healthy. Maar ja, het doet voor jezelf, voor je naam, is het ook goed. Hè? Want ik zie ook, je wordt meteen na de wedstrijd voor de camera's van volgens mij Eredivisie Live getrokken. Ja, klopt. Dat is voor het eerst. Dat is ja, leuk. Dat is leuk natuurlijk. Ja, zeker. Heb je het opgenomen thuis? Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Okay, dus... Mijn vader is het ook voor de buis thuis. Dus, die heeft het ook gezien. Dat is leuk. Ja, kikkermaat. Maar de rest van de wedstrijd, niet in problemen geweest? Of hebben we het toch wel even zwaar gehad? Ja, we hebben het toch wel even zwaar gehad. Heracles werd wat sterker. Maar ja, uiteindelijk maakt Lex nog een prachtige goal. En ja, dan weet je dat de 3 punten veilig zijn. We hebben 21 punten. Ja, dat is toch mooi. Iedereen liep een beetje te zeuren. En ja, Den Haag van verleden jaar vind ik weer terug. Ik vind ons zelfs nog beter dan verleden jaar. Want verleden jaar hadden we wedstrijden erbij. Die wonnen we. Maar waren we niet zo goed. Nee. Ik vind ons nu beter. Hebben jullie zelf ook dat gevoel als spelers? Ja, ik heb natuurlijk niet heel vorig seizoen meegemaakt. Maar ja, ik merk nu wel gewoon dat we als ploeg gestreden hebben. En, ja, het is gewoon fantastisch, toch? Dan komen jullie in de kleedkamer. Hoe is dan de sfeer? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Gewoon een feestje. Biertjes of niet? Ja, biertjes die kwamen wel binnen. Ja. Ja? Met een leuke jonge dame. Een hele leuke jonge dame. Die kwam nog speciaal om vragen. Die was verleden week ook in de kleedkamer gekomen. Ze zegt, mag ik nu weer bier brengen? Ja, nou ja, ik kijk er niet naar. Maar ik heb wel een vrouwtje. Hij kijkt er niet naar. Wij mannen, vriendinnen van Mike. Wij mannen kijken wel, maar we eten thuis. Zo is het. Ja, toch maat. Goed weekend. En nou ja, volgende week makkie. Ja, tuurlijk. Speel je in de arena? Zijn we er niet bij? Nee. Nee, dat kan niet. Nee, wij zijn niet uitgenodigd daar. Drama, joh. Dus wij gaan, lekker gasvrij. Ik ga foto's maken van de Eredivisie Live. Oké, is goed. En dan ga jij scoren voor ons. Ik hoop het. En winnen. En dan, terugweg, feestje. Ja, weer een feestje. Weer een feestje. Dat zou leuk zijn, hè? Ja, super. Goed weekend, maat. Thanks. Nou, wie vrijdagavond natuurlijk, want ja, je weekend begint op vrijdagavond om na 5 uur, 5:30 een beetje, vak W. Heb je natuurlijk een portretje gezien, zien we eerst Ali lopen in de Grote Marktstraat of in de Spuistraat. 10, 15 jaar geleden denk ik, Ali. Klopt, 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, en dan zien we hem na weer lopen en ja, dat komt allemaal door het ADO-journaal, hè? Ja, ongelooflijk. Ik ben jou echt eeuwig dankbaar. Ja, maar ja, ik jou ook, maat. Ja? Ja, natuurlijk. Je hebt een hele wedstrijd gespeeld. Ja. Hoe voelt het? Ja, voelt goed. Ik heb maandag ook al een hele wedstrijd gespeeld met de tweede. Ja, ook hebben we gezien. Herkles. Waren we bij. Ja, klopt. En eigenlijk 2 wedstrijden in de week, 90 minuten lang volgehouden. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht, hè, maat? Nee, zeker niet. Voor, nee, op mijn oude dag. In principe zou je Europees erbij kunnen spelen. Ja, natuurlijk. Nee? En daarna in Interland. Ja, volgend jaar gaan we Europees als het zo doorgaat. Ja, dat is wel de bedoeling, hè? Gaat goed ineens met de club? Want jij bent vanaf het begin ja, zie ik gewoon op de training. En ik wist dat je op een gegeven moment bij ons ging spelen. Dus je was al eigenlijk bij ADO, vond ik. Ja. Zie je het elftal? Is het elftal gegroeid in dat eerste gedeelte van het seizoen? Ja, ik heb het ook al gezegd. Kijk, als je gaat kijken, vandaag hebben we niet goed gespeeld. We hebben geen goede wedstrijd gespeeld, maar we winnen wel de wedstrijd met 2-0. Maar puur op werklust. Ja, puur op strijd, kracht, voor elkaar werken, voor elkaar lopen. Zo'n team hebben we. Ja, maar als je dan ook nog erbij gaat voetballen, als dat ook nog goed is, dan ben je tot vele bijzondere dingen staat met dit team, denk ik. Ja. Want er zit heel veel potentie, er zit heel veel rek in. Want je hebt nog jonge gasten die gewoon heel talentvol zijn. En dan ga je volgende week waarschijnlijk in de arena spelen, maat. Ja, maar dat is niet iets nieuws of zo. Dus dat, nee? Ja, als ik in de arena ben, sta ik niet, heb ik geen kippenvel wat dan ook, hoor. Nee, maar ik bedoel, dan wil je toch helemaal winnen? Dat is één ding wat zeker is. Ja, dat, er is geen ene stadion waar ik zou willen winnen als de arena. Die kiezen met een 5-0. Verleden jaar wonnen we in de arena. En toen stonden we op de snelweg, stonden we de spelers al op te wachten. Nou, daar kun je op rekenen. Als dat volgende week gebeurt, dat weer gebeurt. Dan ga je een feestje meemaken. Moeten we één ding afspreken. Ja. We gaan niet zingen op de bar. Nou, ik kan sowieso niet zingen, dus dat laat ik sowieso achterwege. Ik heb niet zo gauw stemmen als die van Lex. Lex kan mooi zingen, hè? Ja. Van de Brom kon ook leuk zingen, hoor. Maar nou heb ik nog één vraag. Ja. De kerstdagen komen eraan. Ja. We hebben nog een mannetje nodig in Spoorwijk voor de kerstbomenjacht. Heb je daar nog tijd voor? De kerstbomenjacht, een mooie herinnering moet ik zeggen. Ja. We hebben heel wat kerstbomen hebben lopen razen. Met Laakwartier. Maar aan Spoorwijk, niet met Laakwartier. Nee, maar bij Laakwartier haalden we ze weg. En wij hadden ze op die weg, dat was de vijand, hè? Laakwartier. Ja, nou, we zijn allemaal één familie, hè? Ja, nu is het een grote familie. Ik moet gaan douchen, zegt hij. Oké, nou, Ali gaat douchen, jongens. Ja, je hoort het, ik moet gaan douchen. Oké, maat. Nou, ik ruik je niet, hoor.
De enige die ruikt, dat ben ik. Ik heb knoflook gegeten. Lekker, hè? Ja, ik wel lekker, hoor. Lekker. Heerlijk. Later, maat. Bedankt, hè. Kik, hè, hij. Oh, we spoorwerken. Kerstbomen, razen. Nou, het begin van het seizoen was het natuurlijk lastig. Hè? Een beetje gemompel en dit en dat over onze trainer. En mijn vriend Maurice Stem. We staan bij hem en ja, je hebt alleen maar vrienden natuurlijk in de Haas, hè? Ja, als je wint heb je vrienden, dat weet je. Nou ja, goed, we weten waar we vandaan zijn gekomen. En wij zijn intern rustig gebleven, ondanks een aantal tegenvallers. Een aantal keren niet goed gespeeld, heb ik ook ronduit gezegd. RKC thuis was heel slecht. Excelsior uit de slechte eerste helft. Maar wij zijn bezig met de opbouw van toch weer een nieuwe ploeg. Met veel mutaties, met ook op het laatste moment nieuwe spelers weer heen passen. Nou, we hebben vandaag ook weer, een kunstje moeten doen vandaag. Doordat Rado en Charlie vanmorgen ziek werden. Ja, ik hoorde berichten van Rado dat hij in het ziekenhuis lag. Ja, blinde darmoperatie, acuut. Nou, Charlton ziek, Mulder ziek, kun je er geen beroep op doen. Nou, dus ben ik aan het puzzelen gaan vanmiddag thuis. En toen in plaats van een verdediger te brengen, heb ik een extra spits erbij gebracht in de zin van Bouchabon. Dus volop de aanval gespeeld. En het heeft denk ik geresulteerd in terechte overwinning. Als je terug gaat naar de weg, het begin van de wedstrijd, Mike Verduin krijgt de bal op een gegeven moment. En die lijkt wel of hij de hele verdediging een keertje eruit wil spelen. Ja. En dan scoort hij. Hoe reageer jij dan? Wat voel jij dan? Ja, voel je natuurlijk pure blijdschap van een hele jonge, talentvolle spits die keihard knokt op de trainingen. Die de plek van Verhoek in moet nemen. Verhoek had al 2 keer getraind, dus die vond ik nog niet fit genoeg om te beginnen. En hij heeft dat gewoon hartstikke goed ingevuld. Dus ja, ik gun iedereen een doelpunt. Dus ook hem, maar vooral de ploeg. Op een gegeven moment de eerste helft, nog einde eerste helft zo'n beetje. Ga je wisselen. Waarom was dat? Nou, puur een tactische wissel. Ik vond dat wij... Overal 1-op-1 hebben we gespeeld op het middenveld. Maar ik vond dat Immers aan het zwerven was. Ik vond dat we geen grip hadden op het middenveld. Nou, dat heb ik hersteld door Immers positie naar voren te zetten. Ali aan de buitenkant en Lewin te brengen. Puur op dezelfde strijdwijze. Gewoon met 3 man achterin en 2 middenvelders. Maar wel met Lewin heb ik wat meer balans. En ik vond ook na die zet nogmaals... Het is gewoon kloten voor een speler. Simpel. En Mark was boos en moet ook boos zijn. En ik vond wel na die set dat we eigenlijk niet meer in de problemen kwamen. Dus dat geeft wel mij gelijk aan. Maar het blijft altijd vervelend om spelers op zo'n manier te wisselen. Want ik heb Mark als speler, maar vooral als mens heel hoog zitten. Hij was even boos. Okay. Hij was even boos, maar hij heeft me na afloop gemeend omhelst. Dus dat zit wel goed. Okay, ja, maar dat is het nadeel van een trainer. Hè? Je moet af en toe beslissingen nemen. Want je haalt van allemaal. Je mag ze allemaal, maar je moet af en toe. Nee, dat was nu ook. En natuurlijk, normaal wacht je eigenlijk tot aan de rust. Hè? Want dan is het ook makkelijker om voor een vol stadion iemand te wisselen in de rust. Maar aan de andere kant moet je als trainer ook beslissingen nemen. En die moet je aan een minuut nemen. En ik had het gevoel na een half uur al, ik moet wel doen. Nou, dat heb ik nog een minuut of 8 aangekeken. En toen heb ik het toch gewoon gedaan. En ik denk achteraf goed. Maar we zijn 1 team. En Mark die heeft daar begrip voor. Is daar boos over. Mag. Maar maandag gaan we lekker een kopje koffie drinken. En dan praten we het uit. Nemen jullie nou maandag vrij met het team? Nee. We gaan gewoon morgen trainen. Zondag zijn ze vrij. Zondag zit ik met Henk bij RKC Ajax. En maandag gaan we trainen gewoon richting Ajax. Heb je geen publiek van ADO daarbij? Nee. Is dat dan nog moeilijker? Nou ja, tuurlijk. Maar dat weet je. Vorig jaar was er ook geen publiek. En natuurlijk hoop je op de steun zoals in de Kuip van 800 of misschien dan wel 1500 supporters uit Den Haag. Dat doet je wat. Maar we missen ze. En we missen ook wederom volgende week weer spelers. We missen Ammi en we missen Toornstra. Dus dat wordt weer puzzelen. Maar dit heeft ons wel weer gesterkt. Als ze zo blijven knokken, want het is een werkelftal. Als ze zo blijven knokken en ze blijven en ze gaan meer voetballen. Kunnen we volgende week toch gewoon winnen? Natuurlijk, ja, maar we gaan elke wedstrijd in om te winnen. Dat proberen we overal. En de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Je moet ook een beetje geluk hebben. Maar wij gaan volgende week absoluut voor de winst. Want we hebben denk ik ook niks te verliezen daar. Dus, Zal je 1 tip geven om de jongens te motiveren? Laat ze een fototoestel meenemen. Dat fototoestel hebben ze op de terugweg nodig, want dan staan wij op de snelweg op te wachten. En ze hebben allemaal een telefoon bij daar, dus dat lukt. Oh, daar gaat het ook mee. Daar gaat het ook mee. Oké, man. Dat staat. Ik ben weer blij met je. Is goed. Onwijs bedankt. En een goed weekend, man. Helemaal goed. Oké, top. Ja, jongens, Maurice Stijn, we weten het weer. We hebben gewonnen. 2-0. Dit was het ADO-journaal. Laters!